Bij restaurant de Houtloods in de spoorzone van Tilburg. We hebben één grote keukenbar zoals je wel kunt zien. Het is echt een unieke plek. We hebben eigenlijk de eyecatcher is de keuken. We hebben een open keuken waar wij ook als kok en als gastheer werken. En wij leggen dus alle gerechten zelf aan tafel uit. Af en toe nemen we iets op, af en toe zetten we een drankje in. Voor ons is het heel belangrijk dat het functioneel is. Dus wij doen letterlijk ons werk. Voor heel veel mensen is het wel bijzonder dat je een kijkje in de keuken krijgt. Zo wordt er 's middags de mise en place gemaakt en dan leren hele vissen en een stukje vlees op de toonbank, zoek maar eens even. En die worden door vakmannen schoongemaakt en s'avonds hier een heel strak diner meegaan. En dat heeft al een heel mooi effect voor ons. En voor de gasten is het heel tof en die leren hier ook nog steeds meer bij, zoek maar eens. Nou, we waren eigenlijk een beetje met de wijnkaart ook bezig en op smaaktype. En toen dachten we, ja, waarom doen we dat ook niet met food? Dat mensen, kijk, gerechten wilden we eigenlijk allemaal dezelfde grootte hebben. En dat we langzaam met food dezelfde smaaktype gingen paren, konden mensen ook heel erg kiezen van ik heb vanavond zin in in 3 gangen lichte gerechten. Of juist de opbouw van fris, licht, rijk, zoet. Ja, het is maar net wat mensen hier willen. We hebben frisse gerechten, we hebben lichte gerechten en rijke en zoete gerechten. En per categorie visvlees en een vegetarisch gerecht. We hebben eigenlijk puur gedaan omdat we het belangrijk vinden dat iedereen hier welkom is. Of je nou visvlees of vegetarisch gerecht eet. Normaal gesproken eet je vaak 3 gangen, maar bij ons heb je dan wel 4 gerechtjes nodig. Ben je kleiner eten kun je voor minder gaan. Ik vind het heel belangrijk dat alles puur is en dat alles eerlijk is, zou ik maar zeggen. Daar heeft de keuken mee te maken, maar ook zoals je om je heen kunt kijken. Van de tafel aankleding tot de bestekhoes inderdaad. In de bestekhoes zit mes en vork en chopsticks. Nou, je hebt je handen nog bij en dat is belangrijk, want iedereen is hier welkom, dus je mag eten en drinken zoals je zelf het fijn vindt.